Ik krijg op straat krijg ik lofbetuigingen, knuffels. Er wordt gevraagd of ik baby's in wil zegenen en dat soort dingen. Dat is een soort goeroe. Zo, nou, weer een nieuwe vlog op reis. Ik ga naar Lange Frans vandaag. Een beetje onder Amsterdam. We spreken af in zijn studio. De vorige films worden steeds beter bekeken. Dat is hartstikke mooi. Ik krijg dan wel eens de vraag van, joh, waarom moeten we dat allemaal zien dat je onderweg bent en hoe je dingen aan het voorbereiden bent. En laat dat gewoon achterwege en film gewoon alleen het interview. Nou, nee. Want ik ben aan het vloggen. Het is een soort vlogcast. Dus ik laat zien hoe ik het voorbereid, wat ik ervan verwacht. Achteraf filmen we ook even wat ik ervan vond. Want ik wil mijn werk graag in beeld brengen als showbiz-verslaggever. Mensen denken nog wel eens dat ik in bosjes moet liggen of in containers schuil om mijn werk te kunnen doen voor de 10 titels waarvoor ik schrijf. Dat is dus niet zo. Ik maak gewoon een afspraak en dan ga ik langs bij diegene met volledige instemming van het hoofdonderwerp. En zo hebben we vandaag dus afgesproken met Frans Frederiks. Die heeft niet een hele toffe tijd gehad volgens mij de afgelopen 2 jaar. Misschien voor hemzelf wel, maar in de media wat minder. Wordt er omschreven als een beetje een wappie, hè? Complotdenker. Heeft wat ongelukkige uitspraken misschien gedaan, daar wil ik hem nog wel even naar vragen. Hoe die daar nu in staat en hoe Lange Frans zou zijn geweest als we de hele coronatijd niet hadden gehad. Dan had hij namelijk al die bakken met shit en ellende niet over zich heen gekregen. Had hij zich ook niet hoeven afzetten tegen het beleid van de regering, het coronabeleid. En had hij misschien wel een heel andere weg ingeslagen. Dus dat wil ik er zeker even met hem over hebben. Ik ben benieuwd of hij met een nieuwe ding komt waar hij mee bezig is. Wordt vast een leuk gesprek. Ik ken Frans al jaren. We spreken elkaar meestal telefonisch. Maar vandaag gaan we hem opzoeken en op naar Lange Frans. Zo man, we zijn er. Lange Frans, benieuwd. We zijn in Uithoorn. Dat is een studio. Goedemorgen Andries. Hallo dan. Hoe is het man? Goed, kom erin. Ben je klaar voor een verhoor? Ik ben klaar voor een kruisverhoor. Ik ga je helemaal uitmergelen. Kom erin. Okay, dan. Nou Frans, hey, zitten we zomaar in de studio in Uithoorn? Ja. Waarom zitten we hier? Nou, dit is mijn studio en ik woon hier niet ver vandaan en ik ben hier, dit is mijn werk. Ik werk in de studio en dat doe ik een aantal ochtenden in de week. Waarom zitten we hier? Gaan we het zo over hebben man. Ik ben vanuit Friesland gekomen vanmorgen. Ik appte jou al om 8 uur of zo, van, we zijn onderweg. Early bird special. Ja, maar toen appte jij ook al terug van ja, maar ik ben er al. Ja. Echt wel ochtendmensen. Ja, kijk, in het begin van je artiestenleven denk je dat altijd alles 's nachts moet gebeuren. En met rode wijn en kaarslicht en volle maan en dat soort dingen. Maar dat is gelul van de bovenste plank, dat is echt onzin. Daar kan je achterkomen als je het lang genoeg doet, zeg maar. Ik doe het zo lang. Maar je merkt op een gegeven moment voor je hele schema, je ritme, je leven. Het is voor mij het beste om gewoon thuis te zijn als mijn kinderen uit school zijn. Dat ik lekker eten voor ze kan maken en dat ik dan geen stress meer heb. Dus ik begin vroeg en ik eindig vroeg. En ik werk natuurlijk in de weekenden. Dit is voor mij gewoon top. En ik raad het ieder artiest aan. Als je het 's ochtends kan, als je het 's avonds, 's nachts kan, kan je het ook 's ochtends. Ja. Het rock'n'roll randje is er dan wel een beetje vanaf hoor, als je zegt van ik wil op tijd thuis zijn voor de kinderen. Ja, maar dat klopt ook. Maar het rock'n'roll randje, maakt je arm en verslaafd. Ja. Dus als mensen het rock'n'roll randje op willen zoeken, more power to you. Ja. Dat schiet sowieso niet op. En rock'n'roll in Nederland, wat wil je? Het is Nederland. Ja. Je kan super rock'n'roll gaan doen. Maar we zijn gewoon hier in Nederland, waar iedereen gewoon nuchter is. Ja. Vermaakt wil worden in zijn eigen achtertuin. En iemand zit te wachten op een of andere rocker die een hotelkamer sloopt. En, heb je wel eens een hotelkamer gesloopt? Ik heb nog nooit een hotelkamer gesloopt. Waarom? Hadden we het misschien ook wel kunnen doen vandaag voor de film ook. Voor de film gewoon een hotelkamer slopen. Ja. Ja, ik vind hotels altijd hartstikke mooi en helemaal gezellig. Waarom zou ik het slopen? Ja. Ik ben niet een sloper, ik ben een groeier. Mooi one-liner. Dat wordt de kop. Nee hoor. Ik ben geen sloper, ik ben een groeier. Ja, dat vind ik een goede. Ja, ik vind een goede kop. Maar goed, we zijn nog maar een paar minuten bezig. We zitten hier voor een nieuwe revue vandaag. De hoofdredacteur belooft dat ik het blaadje had even omhoog houden. Hè? Een groot interview, nieuwe revue. 6 pagina's, Frans. Oké. Deel nemen we op.
Komt op revue.nl, op mijn YouTube kanaal. En we gaan straks ook zeggen, camera gaat uit. Want de rest moet je gewoon, als je dat wil lezen, moet je gewoon het blad kopen. Of downloaden of opzoeken. Of wachten tot je bij de kapper zit. Ja, ja, daar komt hij ook nog wel voorbij. Hè? Ja, ja, hij zit veelvuldig in de leesmap. Lees jij tijdschriften nog? Nou, bij de kapper. Ja, ja, ja. En ik ga 1 keer in 2 weken naar de kapper. En als ik er moet wachten, dan blader ik door. En als er dan een stapel ligt, dan ligt de revue wel bovenaan altijd. Ja. Want ik heb altijd veel revue gelezen. Ik heb ook een paar keer in en op het blad gestaan. Op de cover? Ook op de cover, ja, inderdaad, ja. Maar nee, ik ben niet echt een tijdschriftenkrantenlezer. Niet echt puur zang. Nee. Maar er ontgaat mij ook niet veel. Hoor. Nee, oké. Okay. Snap je? Nou, ja. Ik vind revue heel goed bij jou passen. Het is een stoer mannenblad. Stoere onderwerpen. Ook diepgaande interviews. Dus ik vind jou wel echt revue, zeg maar. Vandaar dat we jou ook uitnodigen voor een groot interview. Dat vind ik veel dingen te bespreken, denk ik. Zijn er dingen die ik niet mag vragen waarover je niet wil praten? Je mag voor mij alles vragen. Oké, okay, man. Oké, okay, nou, laten we lekker losgaan. We waren al een beetje begonnen, zo al pratende weg. Ja, allereerste vraag, heel cliché, maar ik wil toch graag weten. Hoe is het met je en wat houdt je bezig momenteel? Nou, het is supergoed met mij. Ik voel me fantastisch. De zomer komt eraan en ik ben hartstikke gezond. Ik heb heel veel muziek. Ik heb mijn leven op orde en ik heb weinig te klagen. Mooi. Dus mooie vruchtbare grond om dingen te maken en mijn projecten te doen. Ik kom uit de tijd waarin je alles klaar moest hebben. En vervolgens moest je een cd maken. En dan moest je iemand vinden die cd's naar al die free record shop bracht. Ja, distributeur, plugger, plugger ging naar de radio. Je had heel veel schakels en dingen nodig. En tegenwoordig kan je eigenlijk alles vanaf je telefoon doen. Ja. Van het pluggen tot het uitbrengen. Ja. Tot je video online zetten. Als je het niet met je iPhone kan, dan ben je gewoon een sukkel. Ja, ja, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Wat doe jij hier? Want we zitten hier in ruimte met instrumenten, opnameapparatuur. Mm. Hiernaast is er ruimte met computers. Ik denk voor editen of zo. Of afwerken van spullen. Ja. Wat doe jij hier precies? Nou ja, wat je zegt. Ik heb hier mijn computertje aangesloten. En er zijn 2 microfoons aangesloten. En ik wacht tot de juiste muziek in mijn mailbox belandt. En die zet ik dan aan, of die zet ik al aan in de auto en dan ga ik schrijven. Hoe belandt muziek in jouw mailbox? Heb je mensen die voor jou componeren of bedenken? Ja, ja, ja. Er zijn altijd denk ik, meer mensen die muziek maken dan teksten schrijven. Ja, ja. Dus er is altijd een overvloed aan muziek. Maar vervolgens is het ook een zoektocht van, oké, wat ga je uitpikken? En welke dingen passen bij elkaar? Als je een plaat maakt met misschien te veel verschillende producers, dan wordt het een soort van, hoe zeg je dat, een soort van lappendeken van verschillende dingen. Ja. Dus soms moet je zorgen dat de sound wel een beetje bij elkaar blijft. Ja. Soms heb je een idee voor een liedje en dan denk je meteen van, nou, deze producer zou zoiets goed kunnen produceren wat ik in mijn hoofd heb. Ja. En soms heb je een song dat je denkt, nou, misschien moeten we dat iemand anders voor vragen. En soms komt er gewoon muziek, heel veel muziek binnen. Soms stuurt iemand een beatpack met, weet ik veel, 80 beats erin. En dan scan je dan doorheen en dan vind je de 4 en dan ga je nog eens naar luisteren en op een gegeven moment zet je op een ochtend zo'n beat aan in de auto. En dan krijg je ineens de eerste regels teksten van het universum doorgezeind. Ja, vet. En dan moet je beginnen. Dat vind ik wel vet, want jij bent een tekstdichter, woordkunstenaar, ongelooflijk goed in rijm, maar ook in boodschap, dat is knap. Hmm. Ik ben gemeentedichter geweest van Smangeland 2 jaar, een paar jaar terug. Dus ik weet een beetje hoe je met melodieën en ik schrijf ook veel teksten en gedichten en liedjes. Yeah. Maar ik vind van jou toch wel een ander level, man. De boodschap is, dat is lastig, hè? Want je kan met rijm al snel ontaarden in Sinterklaasniveau, zeg maar. Hè, sinds dat uren te denken wat die lange Frans willen schenken. Ja, maar blijft altijd een goede binnenkamer. Een hele goede one-liner natuurlijk. Meer het Sinterklaasgedicht is ermee gered. Laten we wel lezen. Ja. Maar bij jou blijft de boodschap overeind. Dat was vroeger al, toen je met Baas B werkte. De rap zo zinloos geweld. Mm. En ik had even opgeschreven wat in het land van ook voorbij komt, weet je wel. Is prostitutie. Bedrogen zijn, tik als een tijdbom, hè? Eten om 6 uur, dialecten, Feyenoord en Ajax fans die dan samen voor Oranje zijn. Ja. Dat soort wietplantages, XTC dat export nummer 1 product is. Ja. Maar dat zijn allemaal wel maatschappelijke thema's die je in je teksten verwerkt. Zit je nog steeds op dat level, dat je echt de boodschap wil overdragen? Nou, ik weet niet of dat in het land van wat je opzomt, of dat nou echt een boodschap is. Het is meer, zeg maar, dat ik heb beschreven wat je allemaal kan vinden in dit land. Ik zeg het natuurlijk wel op een bepaalde
manier en ik zet er een dat je, dat mensen dan aan denken worden gezet. Maar het is gewoon vooral een beschrijving van hoe ik mijn land ervaarde 20 jaar geleden. Ja. Dat moeten we wel even bijzeggen, want ik schreef die tekst 20 jaar geleden toen we op vakantie op een werkvakantie in Spanje waren. Okay. En toen zag ik een Hollander lopen met 35 graden langs het zwembad met een broodje kroket en een broodje frikadel in zijn handen waar de ketchup en mayo nog afdropen. En toen dacht ik, dit is het. Nederlandse dit vakantie. Is, en, ja. En toen kwamen die eerste lines in mijn hoofd. Kom uit het land van Pim Fortuyn, Volkert van de Gedel, kroketten, frikadellen die je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen. Ja, ja, ja. Dat waren die eerste vier lines die ik toen snel opschreef. En daaruit, uit het feit dat die kerel daar liep, is dat liedje geboren. Mooi. Mooi. En ik zeg niet dat als die kerel daar niet had gelopen dat het liedje niet was geboren. Maar ik ben toch heel blij dat die kerel daar liep en dat daar het liedje was geboren. Want je weet het niet natuurlijk. Zeg maar. Blijft de vraag overeind. Waar schrijf je nu over? Ja, als je mijn Spotify had gecheckt, had je het geweten, Andries. Komt dat nog steeds terug? Wikipedia is gewoon kut, ik geef het toe. Ja, Wikipedia is super kut. Ik ben gewoon een kutjournalist. Dat ik Wikipedia check voordat ik naar jou toe ga. Wikipedia is echt heel erg. Als je ooit hebt geprobeerd om ooit iets op Wikipedia te veranderen, dan merk je meteen wat voor maffia het is. Yeah. Zelfs als je gewoon een feitelijk feit over jezelf wil veranderen. Een geboortejaar of zo. Ja, en je kan daadwerkelijk met je akte geboorteregister in de scan. Is niet te doen. Nee. Dat Wikipedia is echt, dat is een online maffia. Mea culpa, man. Maar praat me even bij. Wat inspireert jou tot het schrijven van je? Ik heb een liedje geschreven, dat heet De Kamervragen. Nou, er is inmiddels een deel 2 van en een deel 3. Ja, ik heb in de coronatijd wat liedjes geschreven over het gevoel wat het mij gaf dat we met z'n allen opgesloten zaten. Die liedjes heten Lockdown en Eén voor Allen. Ja. Die ga je niet meer vinden op Spotify. Die zijn verbannen. Die zijn verboden. Die ga je wel vinden op alle andere streamingplatforms. Dus Deezer heeft het wel, iTunes, ik kan het ook gewoon kopen en streamen en YouTube staat het ook. Dus dat is ook alweer heel apart, maar zoek en ga eens. Die liedjes vinden. Zijn door Spotify verwijderd? Ja, toen de ophef kwam, ik heb daar ook contact over gehad met Spotify op een hele relaxte manier. En het statement van hun was er is geklaagd over de songs. Nou, ik wist niet eens dat je kon klagen over songs. En het gekke vind ik ook, er staan op Spotify. Vooral in de hip-hop. Er zijn songs waarin mensen compleet uitleggen hoe ze een tegenstander hebben doodgeschoten op die en die dag met dat en dat wapen voor die en die gang. Dat mag allemaal wel. Ja, ja, ja. Maar als ik mijn gevoel laat spreken over de coronamaatregelen en hetgeen wat erachter zou kunnen zitten en op de manieren waarop wij daarmee gepiepeld worden, dan is het ineens allemaal eng en verboden en wat is het verschrikkelijke, wat is Lange Frans gevaarlijk. Ja. Waar ik keihard om moet lachen intern, maar dat is wel de situatie waarin we zitten. Ja. Nou ja, dat was een van mijn vragen natuurlijk, centraal thema bij heel veel mensen denk ik, als je nu denkt aan Lange Frans, denk je toch even aan die beelden van dat handenschudden op het Museumplein. Het verwijderen van je YouTube-kanaal. Je bent van YouTube afgeklingeld. Met al je muziek trouwens, wat ik zelf heel erg jammer vind. Dat is niet waar wat je zegt. Oké, verbeter me. Nou, kijk, het YouTube-kanaal Lange Frans stonden een aantal songs van mij op. Ja. Uit mijn latere loopbaan, dat is mijn independent kanaal. Hmm. Maar het land van is nooit van YouTube afgeweest. Nee, Zinloos is nooit van YouTube afgeweest. Ja. Moppie is nooit van YouTube afgeweest. Dus nee. De manier waarop het gebracht is, is ook. Plus, je kan ook met YouTube niet praten. YouTube stuurt je een bericht, je hebt iets gedaan, oké, ik weet niet wat, ze zeggen niet wat, ze zeggen niet, in die video zeg je precies dit en dit, dat willen we niet hebben, zou je dat eruit kunnen knippen? Krijgt gewoon een algemeen niemand mailtje. Gaat bellen, ik zat bijna op die 100.000 subscribers, en dan moet YouTube mee toekomen met zo'n glazen bokaal, nou, ik denk dat ze daar sowieso geen zin in hadden. En, toen was het weg. Je krijgt een standaard mailtje van we hebben materiaal aangetroffen op jouw kanaal wat niet oké is. Ja, je overschrijdt de community guidelines. Ja, ja, ja. Dan krijg je 2 keer een mailtje en dan is het klaar. Vind je daarvan? Ja, wat moet ik ervan vinden? YouTube is niet van mij, is niet van mijn vader. Dus, heeft het wat voor consequenties heeft het voor jou gehad? Financieel bijvoorbeeld of qua optredens? Of? Niks. Okay, mijn optredens zijn mijn optredens, mijn klanten zijn mijn klanten. En die boeken me niet omdat ik een praatvideo op YouTube zet. Die boeken me omdat ik een leuk nieuw liedje met Sean West uit heb gebracht 2 weken geleden. Ja, ja, ja. Ja, ja, oké. Okay. Dus dat doet geen pijn. Natuurlijk vind ik het is hartstikke zonde van het kanaal. Want we waren het aan het opbouwen. Het ging als een komeet. Ja. Maar wat mensen ook niet moeten vergeten is dat we fuckten ook een klein beetje met het algoritme. Dat zal ik je uitleggen waarom.
Ik had niet die reclames aan. Niet voor, niet tijdens, niet midden. Als je een lange video hebt dan, en je zit, ik wil meedelen in de reclameinkomsten, dan kan YouTube gewoon na 20 minuten een reclame erin gooien. Mm-hmm. Nou, mensen kijken 30 seconden naar een of andere koffiereclame en dan klikken ze overslaan en kijken ze weer verder. Ja. Nou, stuivertje, stuivertje, stuivertje. Zo kan je elke keer een paar stuivertjes verdienen. En het einde van de week is het een paar euro, einde van de maand is het een paar tientjes. En dat is hoe je op YouTube geld zou kunnen verdienen, mm-hmm. zeg maar. Maar ik ben nooit YouTube gaan doen, ook met mijn muziekvideo's. Ik vind zelf wel de tering irritant als ik een clip wil kijken van 3,5 minuut, dat ik 30 seconden naar reclame moet kijken. Dus ja. Ik had het allemaal uitgezet. Dus op een gegeven moment dat het echt hard ging met die gesprekken, dat we goede tractie begonnen te krijgen, hadden we twee van die podcasts, die duurden alle twee ongeveer 1,5 uur of 2 uur, die stonden in die trending top 20. Nou, als je YouTube bent en je verdient het meeste geld met filmpjes en clips van 3 minuten, 10 minuten, kleine pranks, een kort vlogje en zo knol, dan kan je daar dus een heleboel reclame doorsnijden. Ja. Maar als iedereen 2 uur lang Lange Frans zit te kijken zonder reclame erdoor, dan wordt het een ander verhaal. Mensen blijven wel op platform en er gebeurt omheen wel wat, maar in de film kon niks. Dus ik denk dat het een combinatie is van en dat ze me niet wilden, ze wilden me niet en helemaal niet die bokaal uitreiken. Mm-hmm. En ik denk dat het ook wat te maken heeft met dat we misschien een beetje disruptief waren voor het algoritme. En dat we natuurlijk over dingen aan het praten waren die je niet in dit land mag vertellen. Die niet in het nieuws gecoverd worden en waar mensen vrij uit hun hart konden spreken. Ja. En daarvoor is YouTube wellicht niet de plek. Mm-hmm. En het is jammer omdat ik krijg tot de dag van vandaag van mensen mailtjes. Oh, echt jammer dit en dat. En dan stuur ik terug. Ja, maar je kan gewoon naar langefrans.nl en daar staat alles gewoon. Oh, ja, ja. Spotify staat ook alles. Dus als je iets niet hebt kunnen zien op YouTube, kan je het luisteren op Spotify. Ja. Dus, ja. Maar de meeste mensen zijn best wel lui. Dat is niet erg. We zijn allemaal lui. Ik misschien niet, maar heel veel mensen wel. Mensen willen gewoon in hapklare brokjes willen ze het aangeleverd krijgen. Snap wat je bedoelt. Ja. Ja. Toch heeft het hele corona gedoe impact gehad op jouw leven. Of het nou positief is of negatief, dat maakt niet uit. Maar je hebt er een hoop gezeik ook van gehad. Nou ja, mensen vonden iets en iedereen vindt iets van alles. Ja, dat mag. Ja. Dat is oké, ik ben daar niet tegen. Ik vind ook van alles iets. Ben je op straat wel eens aangevallen of bedreigd? Nee, dat is het grappige van dit land. De publieke opinie die wordt gekweekt in de grachtengordel. Geen van die mensen die de publieke opinie creëert in die grachtengordel, ik noem ze grachtengordeldieren, de meeste zijn ook niet inheemse Amsterdamse dieren, maar het zijn grachtengordeldieren, die bepalen niet het straatbeeld van jouw dorp in Friesland. Mm. Die bepalen niet waar er bij jou in de kroeg over gesproken wordt. Nee. Dus de soep wordt vaak nooit zo heet gegeten als die geserveerd wordt. Ja. En natuurlijk worden de gebruikelijke pionnen zoals een Marcel van Roosmalen en een Lubach, die worden dan ingezet. Fuck hem. Ja. Weet je? Ja. En, Arjen Lubach heb ik je wel eens over gesproken, ook voor Nieuwe Revue, voor de Wie Denkt rubriek. Maar dus om terug te komen op jouw vraag, nee, ik krijg op straat lofbetuigingen, knuffels. Er wordt gevraagd of ik baby's in wil zegenen en dat soort dingen. Als een soort goeroe of zo. Ja, nee, ik krijg. Maar zijn dat mensen die jou steunen in jouw kritiek op het overheidsbeleid betreffende corona, die achter jou staan? Of? Nou, er zijn heel veel mensen die niet te spreken waren over het coronabeleid. Nee, ik bedoel, mensen die jou knuffelen en zo, dat zijn mensen die jouw theorie steunen. Nee, niet alleen maar. Er zijn ook mensen die me knuffelen omdat ze nog nooit een podcast van me hebben gekeken, maar wel al 12 jaar naar Sing voor me luisteren, elke dag. Ja. Daarvoor krijg ik ook knuffels. Dat is grappig. En sommige meiden. Dat voor mij in de auto heet. Ja, oh, nou ja. Precies dat liedje. Zie je? Hoe is het mogelijk? Zing een liedje voor me Frans. Zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans, zing een liedje voor me. Leven gaat zo snel voorbij, zing een liedje met de tijd.
Hij is wel een van mijn grootste radiohits tot de dag van vandaag. Hoor. Okay. Dat moet ik er wel bij zijn. Dus de logica is daar. Yeah. En sommige meiden willen gewoon met me knuffelen omdat ik gewoon een hartstikke leuke jongen ben. En ik ruik altijd lekker. Ja, weet je? Dus er is een breed scala aan redenen waarom mensen met mij willen knuffelen. Ja, ik heb geen tijd om met iedereen te knuffelen elke dag. Frans, het beroemde, inmiddels beroemde, beruchte voorwerpenspel. Het voorwerpenspel. Gebruiken we om even een beetje tussendoor te plakken en te snijden. Dat we niet heel lang met elkaar op die bank in die studio zitten te kletsen, weet je wel. Voor de luchtige noot. De luchtige noot. Ik snap het. Je mag een voorwerp eruit pakken en dan mag je zelf raden wat ik daarbij zou willen vragen. Oké. En nummer 1. Wauw. Oké, voor de mensen thuis, het wel leuk om even te zeggen wat er een beetje is dan. Ja. Er zijn eieren. Ja, we gaan ze allemaal belangrijk. We gaan ze allemaal uit welke eerst. Beginnen we met lange vingers. Nou, lange Frans, lange vingers. Ik heb ze. Ja. Ja, ik heb ze. Wat doe je er allemaal mee? Zonder dat het funzig wordt, Frans. Speel je gitaar, piano? Wat doe je? Nee, tuinieren. Ik heb moestuin, dus ik heb wel groene vingers. Ik heb groene lange vingers. Ja, ja. Ja. Dat vind ik heel erg leuk. En dan echt stekjes maken van muntplantjes en zo. En aardappels, en aubergine, courgette, tomaten. Stekjes van muntplantjes. Ja, nee, geen Nederlandse terrorwiet voor mij. Okay. Dat groeit niet goed buiten. Ik moet tussen de moestuin. Oh, je moet wel een goede... Als het niet buiten in de voortuin kan, dan... Dus dat doe ik met mijn lange vingers, eigenlijk. Ja. Weet je dat het ook een uitdrukking is? Iemand die lange vingers heeft? Ja, dat is een pikkendief, hè? Ja. Heb je al wat gestolen ooit? Nou ja, kijk... Slimme artiesten zijn boeven die van dieven pikken. Dus, maar het is dus de vraag, totdat je me zeg maar erop kan betrappen van yo, dat heb je daar en daarvan, dan zal ik misschien toegeven dat ik ooit iets lichtelijk geleend heb, weet je wel. Maar zolang niemand komt met van daar en daar heb je dat en dat gedaan. Zolang de buurman stem daar niet opbelt met... Zuiver. Ja, ja. Zuiver. Ja, zolang mooi. De buurman niet belt, heb ik nog nooit wat gepikt. Mooi man. Frans heeft geen lange vingers. Nee, ik heb geen lange vingers. Geen figuurlijke. Nee. Volgende man. Dan ga ik het volgende pakken omdat ik het interessantste vind, omdat ik niet zie wat het is. Ja. Dat is dit kleine doosje. Ja. Het lijkt op een doosje met een ring erin. Dan zit er natuurlijk... Oh, er zit een ring in. Godzijdank, dat is ook niet zo, dat is geen misselijke ring. Nee, ik moest van mevrouw wel... Hij moest het wel terug. Maar jij loopt gewoon... jij loopt altijd met de verlovingsring van je vrouw loop jij naar je interviews toe. Nee, dat zijn eigenlijk een andere voorwerpen, hè. Maar wat zou ik je nou over willen vragen? Nou, ik heb er ooit één gegeven. En ik denk niet meer dat ik er ooit nog één ga geven. Maar ja, ik heb er ooit één gegeven. Wat zou de vraag zijn? Ja, verliefd, verloofd, getrouwd. Ja. Ja, ja, hoe staat het met je huwelijk? Want... Mijn huwelijk is nog steeds voorbij. Ja, ja. Maar Daan en ik zijn ouders samen en hele goede vrienden. Ja. En dus dat eigenlijk. Maar ja. Ik vind het een hele mooie ring. Ik heb op dit moment niemand om hem aan te geven. Oh. Als zou je hem aan mij geven, zeg maar geef hem maar weg. Dan zou ik niemand hebben om hem aan te geven. Er zijn geen kandidaten op jouw lijst om mee in het huwelijk te treden op dit moment? Oh, nee. Nou, of ik ooit nog eens in het huwelijksbootje zal stappen, dat weet ik sowieso niet hoor. De meeste mensen die ik ken die er één keer uit zijn gestapt, die staan niet te springen om er nog een keer in te stappen. Nee. En ik denk dat ik me wel bij team Binder dan dit ga schaden. Ja. Ja. Oké, ja. Mooi man. Goed. Verlovingsring aan de kant, trouwring, whatever. Nog 3 te gaan. Poedersuiker. Ja. Nou, Frans, snuif je nog cocaïne? Dat zal de vraag wel zijn. Het ligt zo voor de hand. Het ligt zo voor de hand. Nou ja, ik heb net al gezegd dat ik al 5 jaar geen druppel meer heb gedronken. Dus laat dat het antwoord zijn. Nee, ik rook mijn hashjoint. Dat doe ik wel. Meestal elke dag. En mijn hashjoint en ik zijn close samen. Ja. Dat is goed. Maar andere drugs heb ik me niet meer aan gewaagd. Al een hele lange tijd niet meer. Dat is prima. En daarmee wil ik erbij zeggen dat alcohol is de gevaarlijkste harddrug die we met z'n allen gebruiken. Ja. Veel mensen komen ook niet in de poederdoos terecht als ze niet eerst door de alcoholsluis gaan. Ja. En er zijn zat mensen die denken, nou ik stop met de poedersuiker, maar die gaan nog wel die alcoholsluis in. Vroeg of laat kom je toch weer in de poedersuikerbak terecht. Ja. Dus, dat hoor je vaker, hè? Mensen die dat alcohol een trigger is om toch cocaïne te gebruiken. Of, is stoppen. Ja. Als iemand tegen mij ook zegt, ja ik ben gestopt met snuiven, maar ik drink nog wel, dan weet ik ook al dat ze liegen. Okay. Want als je echt een echte afkikker bent, je bent echt een herstellend verslaafde en je doet echt...
je 12 stappen en je gaat echt naar meetings en je hebt een coach en een body en een sponsor en al die shit en je leest je dingen en je ziet wat het ziektebeeld is en hoe je er van af wil komen. Ja, ja. Je bent er serieus mee. Dan kan je niet serieus nog zeggen, ja, ik gebruik nog wel alcohol, omdat alcohol ook een levensgevaarlijke drug is. Ja. Ga maar kijken, als mensen die dronken rondlopen. Nou, ik vind mensen chique rondlopen als ze een joint hebben gerookt en dat ze dronken zijn. Ja. Ik heb helemaal niets gemerkt van de zogenaamde grachtengordelkritiek die er is geweest omtrent mij en mijn uitlating. Het grappige is ook, toen de kritiek in het nieuws kwam, heeft niemand mij ook gebeld. Geen één krant, geen één actualiteitenprogramma. Wat zegt dat? Nou, dat zegt mij genoeg dat er geen hoor en wederhoor is geweest. Ja. Jij weet als geen ander. Ik ben niet moeilijk te bereiken. Mijn telefoonnummer is al 25 jaar precies hetzelfde. Ja. Mijn e-mailadres is ook hetzelfde. Als je naar mijn website gaat, kan je een aantal mensen mailen en bellen. En als je ze allemaal probeert, vroeg of laat... Kom je bij jou uit. Kom je bij mij uit, gaat iemand tegen mij zeggen... Als het niet interessant is, we willen niks met je te maken hebben, ga je ons nooit horen. Maar als het iets is, hoor en wederhoor. Ja. Yo, we gaan vanavond dit en dit over je zeggen. Wat vind je er zelf van? Hebben we het bij het rechte eind? Had jij in die tijd... Het staat mij bij dat je best wel veel kritiek kreeg. Je was een wappie, je was een complotdenker en je wilde een aanslag op Mark Rutte organiseren. En er viel een hele hoop dingen over je heen. Dat laatste wat je zegt, dat is natuurlijk... Nee, maar ga het zo hebben. Maar had jij op dat moment in een talkshow uitgenodigd willen worden om jouw kant van het verhaal te belichten? Bij Jinek of Bo of wie ook maar. Weet ik niet, maar het feit dat ik helemaal de kans niet heb gekregen. Ja. Ik had graag een kans gewild om daar iets over te zeggen. Bovendien... Niemand heeft een aanslag op Mark Rutte willen beramen. Ik ook niet. Iemand... Dat is hoe dat zat in die podcast. Ja, dat ga ik niet eens zeggen. Okay. Mensen kunnen die podcast gewoon kijken. Ja. Het grappige is, als je een gesprek hebt van 1,5 uur... en je pakt er een stukje uit van 12 seconden... dan kan je mensen alles laten geloven over dat gesprek, ja of nee. Mm. Maar dat is dus niet... Dus precies de reden dat ik podcast ben gaan maken... is omdat je dus een hele soort context erbij krijgt. Dus ik ga met niemand praten over die uitzending... Mm. Zonder dat mensen de volle 90 minuten van die uitzending hebben gezien. Okay. Omdat we anders staan we niet op hetzelfde speelveld te spelen. Ja. Dus mensen mogen overal over praten, maar je moet hem wel met feiten komen. Ja. En ik heb ook gezegd, kort daarna op de radio, in het enthousiasme van dat we die podcast af hadden, hebben we hem online gegooid. We hebben hem wel geëdit, maar niet goed genoeg geëdit. Dat stukje had eruit geëdit kunnen worden. Die 12 seconden had eruit geëdit en dan had niemand... daar ooit iets over. Je vertelt onder andere dat je goed kan schieten. Nee. En dat wordt er in verband gebracht met... Nee. Dat vertel ik sowieso niet. Ik kan goed schieten. Dat is absoluut een feit. En het wordt als grapje wordt het daar neergezet. Maar als jij het nu zo zegt, je vertelt daar dat je goed kan schieten. Nee, dat vertel ik helemaal niet. Nogmaals, als mensen daarover... Ga het lekker kijken. Ja. Hoor wat Jeanette te vertellen heeft over van allerlei dingen. Waarom praat ik met haar? Ik praat met haar omdat ze een documentaire serie heeft gemaakt van 20 afleveringen. Ja. Die wereldwijd ongelooflijk goed bekeken zijn. Kijk daarnaar. Naar die 20 afleveringen. Die 20 uur. En dan naar die 1,5 uur met ons. En dan wordt het allemaal een stuk logischer. Niemand wil Mark Rutte vermoorden. Niemand gaat Mark Rutte vermoorden. En ik heb ook nooit opgeroepen tot dat soort gekke dingen. Dat is onzin. Dat is ervan gemaakt. Dat is nooit feit geweest. Ik merk dat je irriteert. Het irriteert me. Omdat ook jij komt onbeslagen ten ijs. Ja. Je roept dingen die niet waar zijn. Ik heb de podcast niet 90 minuten gehoord. Precies. En je hebt de podcast niet gekeken of gehoord. Je leest dingen die erover geschreven zijn. En je had in de 1,5 uur die je net hier naartoe had kunnen rijden. Ja. Had je op Spotify in kunnen tikken. Of op Audioboom. En daar staat gewoon, die hele podcast staat daar gewoon. Ja. Ja. Dus, oftewel, jij stoort je aan mensen die oordelen en die dingen over jou schrijven, die half waar zijn, onwaar zijn en zonder dat er horen wederhoren is toegepast. Luister. Want ook over dit, die aanslag, heel veel mensen... Niemand heeft jou daarover gebeld ook, blijkbaar. Nee, helemaal niemand. Om jouw kant van het verhaal te horen. Ja. Wat ik dus nu eigenlijk wel doe, want ik wil jouw kant graag horen. En nogmaals, het is mijn gast die uitspraken heeft gedaan. Ja, ja. Ben ik nog steeds verantwoordelijk voor het programma waarin het geroepen wordt. Maar, maar je zegt wel, dat het misschien uitgeëdit moeten worden. Zeker. Ik heb het er ook uitgeëdit. Nadat het gezeik kwam. En als ik het van tevoren beter had gezien, had ik dat eruit gehaald. Want nu krijg je mensen vallen over die 12 seconden.
Maar ze praten niet over alle andere dingen waar er over wordt gesproken in die podcast, mm-hmm. in de andere podcast, in het werk van de gast die in die podcast gast was. Maar mensen die dit nu zien en denken van, oh, ik wil dan wel eens even horen waar ze het over hebben, die krijgen dus niet meer het originele te horen of te zien, want je hebt het eruit gehaald. Dus 1 minuut 13 is eruit geknipt. Ja. Dus minus 1 minuut 13 is... Ja, maar dat is wel dat stuk wat over Rutte gaat en over het schieten. Ja, natuurlijk heb ik dat eruit geknipt. Ja, daar viel toch iedereen over. Dat is logisch. Nee, dat ga je niet meer zien. Maar ook als je dat zou zien in de context waarin het gezegd wordt. Ja, voor mij is het niet ophefwaardig geweest. Okay. Maar in mijn podcast heb ik het over fucked up onze overheid bezig is geweest. Ik heb het over kindermisbruik. Ik heb het over allerlei vieze rikken die er rondlopen. Ja. Dit was gewoon een makkelijke stok om alles mee dicht te slaan. Mm-hmm. Want ze willen het niet over die dingen hebben, daarom hebben wij het erover gehad. Ja. Is het mediabeeld over jou veranderd, denk je? I don't know, dat moet je aan de media vragen. Ja. Is mijn beeld over mijzelf veranderd? Dat is de vraag. Kan ik mezelf in de spiegel aankijken? Kan ik al die baby's op straat blijven kussen? Dat is de enige vraag die voor mij belangrijk is. En geef eens antwoord op die vraag. Ik vind mezelf echt geweldig. Elke dag word ik nog meer verliefd op mezelf. Ja. Dat kan het iedereen fijn. Aanraden. Je hebt ook heel veel mensen die hebben een therapeut nodig omdat ze ongelukkig zijn met zichzelf. Kom een ochtendje, dus het is met, kom een ochtendje met mij hangen. I will make you love yourself, sowieso. Ja. Hoe kan dat je zo tevreden bent? Wat zijn jouw toffe kanten van jezelf? Dat weet ik veel. Ik doe wat ik leuk vind. En dat doe ik al jarenlang. En ik werk voor mezelf. Ik ben een ongelooflijk leuke baas. Mooie auto van de zaak, goede arbeidsvoorwaarden. Is die Porsche van jou buiten? Dat maakt niet uit wie die auto zijn. Vette 911 namelijk. Ja, nee, is die van jou of niet? Is een beetje klein voor mij, Porsche. Oh ja. Nee, maar benen van 2 meter, dat kan het niet. Nee, ik ben heel happy. En nogmaals, het beeld en de media, die paar grachtengordeldieren die mij wilden remmen in succes wat waren. We waren gewoon kijkcijfers aan het wegsnoepen. Ja. Ja. Ik zie dat als een groot compliment, dat er zoveel in stelling wordt gezet om deze ene simpele, onafhankelijke motherfucker tegen te houden. Vind ik heel bijzonder. Zie ik als een groot compliment. Fijn om je gelukkig te zien, fijn om je tevreden te zien. Ben jij een wappie? Wat is een wappie? Ja. Dan moet je eerst de definitie van een wappie uitleggen, ook voor de mensen die zitten te kijken. Ja. Ik denk dat ik vind mezelf absoluut geen wappie. Ik denk dat het wel heel wat is een wappie volgens jou? Wat in de volksmond? Ik weet het niet. Ik heb de term niet verzonnen. Ik heb geen idee. Het is geroepen door mensen. Ja. Nou, niet door mij. Nee. Dus ik heb geen idee wat een wappie is. Ik denk dat er heel veel mensen zijn geweest die mede door de corona-hoax dingen zijn gaan onderzoeken. En die tot ontdekkingen zijn gekomen. Dat is wel een mooi woord, onderzoeken. In plaats van schoppen tegen of kritisch zijn. Of, ja, ik denk dat heel veel mensen die ook op een gegeven moment gewoon de reguliere berichtgeving gewoon niet geloofden. En je ziet het nu, er komen nu en Skype is deze week in het nieuws dat er toch allerlei dingen aan de cijfers niet klopten, weet je wel. Nou, leuk, 2,5 jaar na dato. Maar deze motherfuckers, en dan reis ik naar mezelf en x aantal andere motherfuckers die erachter stonden. Wij wisten dit dus al. Dus voor ons is het weer oud nieuws. Weet je, als je in de complothoek gedrukt wordt of in de zelf nadenken hoek, ja, dan ben je gewoon eerder achter hoe shit zit dan dat ze het vertellen. En nu weten we, oh, nou, er zijn toch dingen misgegaan met al die cijfers. En het RIVM heeft het toch allemaal wat donkerder geschetst dan dat het misschien was. En wat hebben we er nu aan? 2,5 jaar na dato. Jij kijkt tevreden terug op de dingen die je hebt gezegd, hebt gedaan in die tijd. Waarom niet? Je was kritisch op het beleid van de overheid. Heb je ergens in die hele mengelmoes van dingen die er gebeurd en gezegd zijn, ergens spijt van? Of ergens op terugkomen? Ik heb nog nooit ergens spijt van. Nee. Oké. Nee, waarom? Weet ik niet. En ik denk ook, zeg maar, stel ik had die songs die dus nu op Spotify niet meer te luisteren zijn. Lockdown, 1 voor alle, Kamervragen 3. Kamervragen 3 is nog het grootste. Er zit niet eens een scheldwoord in, dus ik snap sowieso niet wat, dat is nog mijn grootste vraagteken. Ik denk dat het heel belangrijk is geweest, er zijn 9 van de 10 artiesten, nou laten we zeggen 99% van de artiesten, die heeft gewoon hun mond gehouden. Ja. Er zijn ook heel veel artiesten die hun eigen teksten niet schrijven, dus die kunnen niet, dus die hopen dat hun schrijver hun mond opentrekt, zeg maar, weet je wel. En ik kon gewoon tijdens die coronaperiode, kon ik niet anders doen dan die emoties in mijn muziek te laten.
Ja. En ik ben trots op die nummers. Het zijn goede nummers. Het zouden topverdieners zijn geweest als ze nog te streamen waren. Ja. Dat is nu niet zo, omdat ze niet te streamen zijn. Nee. Maar als ze te streamen waren, dan waren het topverdieners geweest. Goede songs, stuk voor stuk. We laten het thema corona en complottheorieën en de media die, nou ja, wel of niet terecht kritisch op jou waren. Laat het maar even achterwege. Ik vind dat je er goed over praat. Goed verwoord ook. Ik merk nog steeds dat het wel wat bij losmaakt als mensen onbeslagen te ijs komen. Ja, en terecht. Ja. Dat begrijp ik goed. Zeg maar, kijk, heel simpel. Ik hou hier niet van om mijn tijd te verspillen. Als een rapper hier in de studio komt en hij heeft zijn teksten niet af, wat doe ik hier dan? Ja. Snap je? Ja. We gaan je 3 uur van mijn tijd verspillen omdat jij werk niet hebt gedaan. Nou, dat wordt geen rap die hier wordt opgenomen. Nee, maar ik merk ook dat je in die tijd dat er over je werd geschreven en gepubliceerd, dat je wel graag had gehad dat mensen je gewoon een telefoon hadden gepakt en horen wederhoor hadden toegepast. Ik vind eigenlijk ik dat zeg je alleen maar, dat is helemaal niet gebeurd. Nee. En ik vind het belangrijk, voor de mensen om te weten dat dat niet gebeurd is. Dus waarom? En ik heb er niet wakker van gelegen. Maar, en ik ben, en nogmaals, aan de andere kant, ik heb ook ongelooflijk veel steunbetuiging gekregen. Die podcast ging niet voor niks als een komeet. Mm. Ik zat daar niet met alleen maar bier en tieten in beeld en allemaal dingen te doen om maar kijkers te trekken. Ik was niet allemaal giveaways aan het doen om maar, weet je, ik was niet aan het influencen op een bepaalde manier. Ik probeerde niet mijn nieuwe boek te verkopen of zo, weet je, niks van dat. Ik wilde gewoon het verhaal naar buiten brengen en ik ben het gaan doen. Omdat door corona een stukje tijd en ruimte cadeau kregen, waarin dat gedaan moest worden. En het grappige vind ik nu wel, om toch nog even terug te komen op heel veel mensen die toch langzaamaan ontwaakt zijn voor een soort nieuwe waarheid. Een waarheid die er altijd is geweest, maar die hun nog niet hebben gevonden. Is dat je hebt nu, vorige week was in Davos, had je weer het World Economic Forum, weet je wel. Met al die Klaus Schwab en Longeren was er ook, alle wereldleiders en koningen, koninginnen, oliesheiks, masters of industrie, die komen daar naartoe om met z'n allen te bekokstoven wat de volgende pandemie gaat worden. Mm. Wat de volgende plandemie gaat worden. Mm. Iets met apenpokken schijnt het te zijn. Ik weet het niet. Het zal weer uit een lab komen in China waar een of andere idioot een aap heeft geneukt en ineens zit die apenpok. Dat komen we zelf wel achter. Maar mensen zijn gewoon langzaamaan wakker geworden voor al die bullshit. Volgende man. Mega scharreleieren. Ja. Het gaat natuurlijk om scharrelen. Nee, je moet hem even openmaken. Oh. Het zijn eieren bij ons vanaf de boerderij. Maar er zit één apart ei in. Er zit één zwart ei in, inderdaad. Niet het zwarte schaap. Ah, dit is het studio-ei. Deze hebben wij ook. Bij ons is hij niet zwart, maar paars. Maar deze hebben we. Dit is... Deze vraag ga je nooit raden. Maar ik wou eigenlijk vragen of je met het ritme-ei, of zonder het ritme-ei, maar of je voor nieuwe revue... Heel kort, ik heb George Baker gevraagd voor Panorama. Die heeft op Una Paloma Blanca heeft hij een mannenblad, Panorama. Ken jij iets met nieuwe revue? Op dit het hoofdmenu of weet ik veel. Dit is het land van, en het klinkt een beetje cru. Lange Frans en Andries, hier voor de revue. Een dikke vette jus op je Hollandse piepers. Ga het kijken, ga het kopen, ga het lezen. Want wij zijn samen helemaal jouw type om je goed in te verdiepen. Wauw man, nou dat is echt niet gerepeteerd. Hij zou het niet aankomen. Zelf geshaked, hè? En ik zat wel offbeat op een gegeven moment, hoor. Dat merkte ik wel. Ja, dat heeft niemand in de gaten. Ja, maar shaken en rappen tegelijk. Dat is mijn grootste droom eigenlijk muzikaal. Is ik zou het zo dope vinden als ik op een dag... zelf dus het land van kan spelen op de piano. Dat ik niet Giorgio hoef te vragen om te komen. Die heeft het stuk natuurlijk gecomponeerd. Een keer in mijn leven ga ik het zelf spelen. Of het publiek gaat denken dat ik het zelf speel. En het is gewoon heel goed geplayback. Maar er komt een concert ergens in de toekomst. En dan zit ik aan de vleugel. En dan begin ik gewoon die shit te spelen. Ben je heel druk aan het oefenen dan? Nog niet. Maar het is, ik wil ook niet piano leren spelen. Ik wil alleen maar het land van kunnen spelen. Ja. Zeg maar. Okay. En het eerste couplet. Hoeveel akkoorden zijn het? Ah, dat is niet niks hoor. Het is niet makkelijk. En ik heb ook ooit wel pianoles gedaan, maar dat deed ik niet met de juiste motivatie. Ik deed dat omdat het mijn moeder gelukkig maakte, maar ik werd er niet echt gelukkig van. Okay. Ik zou het mij beter een drumcomputer kunnen geven. Maar soms moet je je moeder gelukkig maken. Ze was zo trots op me dat ik achter die piano zat. En, ik moet nog één keer zeggen, ik vond het echt vet gefreestyled, man, voor de nieuwe revue. Graag gedaan. Er is ook niet heel veel wat op revue rijmt, hè? Dus dan ben je al gauw klaar. Ja, ja. Hey, laatste. Laatste. Nederlands-Frans. Ja. Of ik mijn hele oeuvre in het Frans ga vertalen, is de vraag.
Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Bijna, man. Het beroemde liedje met Tay Lau is toch... Zing een liedje voor me Frans, ook al is het in het Frans. Frans. Ja. Dus ik was benieuwd naar je Frans. Hoe goed is je Frans? Frans? Ja. Je parle français petit peu. Maar alleen maar echt een petit peu. Oké, je comprends. Ja, ik denk als wij nu op vakantie zouden gaan naar Zuid-Frankrijk... en het zou zomaar nog kunnen gebeuren dit jaar... Dan leun ik op mijn zoon. Want die heeft gisteren, zelfs terwijl hij ziek was eigenlijk... is hij met een lichte koorts toch naar school gegaan... en heeft hij een 10 voor zijn Frans SO gehad. Dus als we iemand in de spits zetten met oog op Nederlands-Frans... dan is het Willem. De zoon van Frans spreekt goed Frans. Ja. Ja, mijn Spaans is beter dan mijn Frans. We hadden vroeger op school een heel leuk Spaans juffrouw. Okay. Daar wilde ik graag opletten. En daar heb ik wel een paar jaar heel fanatiek voor aangezeten. Mooi man. Ja. Wat vond je nou van dit voorwerpenspel, Frans? Ik vond dit leuk. Ik vond dit heel erg leuk. En de voorwerpen waren speciaal voor mij in de doos gedaan. En dan zie je toch, kijk, ik heb best wel wat interviews gedaan de afgelopen 25 jaar. Waarvan heel veel niet goed waren, niet best. Dat lag natuurlijk nooit aan mij, maar altijd aan degene die kan praten. Maar er zijn ook bar weinig mensen die ook echt naar de muziek hebben geluisterd. Ik heb één keer een interview gehad dat iemand daadwerkelijk iets ging vragen over de tekst en zo. Dat is me één keer gebeurd in mijn hele leven. Dat vond ik ook meteen het leukste dat je dan hebt. Dan zie je van iemand heeft het echt ingezet. Ja. Maar dit, hier is toch eens over nagedacht. En het luchtige manier, toch nog wat leuke vragen, weet je, de poederzaak. Ja, maar die hebben toch ook scherp van je, dat je die Die grap is mij vaker toebeteeld hoor. Ik wil als ik ergens pannenkoeken zitten eten dan vroeger. Een van mijn eigen mensen maakt die grap sowieso. Legt er iemand een lijntje poedersuiker ernaast? Om zeker. Ja, ja. En dat mag ook. En ik kan er altijd. Kijk, als je weet dat het inmiddels geen probleem meer voor je is, kan je er smakelijk om lachen. Dus ik kan de humor er wel van inzien hoor, zeker. Ja. Bedankt voor dit man. Graag gedaan. De lange vingers die mag je houden. Nou, die gaan op ook hoor. Dankjewel. Top. We laten dit thema los, even ook omdat het ook vooral over jou gaat. Ik heb eigenlijk nog één vraag, een beetje één thema wat ik graag ook aan wil bespreken. En dan doen we het daarna gewoon uit. Want wie dan nog meer wil lezen, die moet gewoon het blad kopen. Dat is sowieso heel verstandig om het blad te kopen. Mooie foto's staan erin ook. ik heb jouw vrouw een tijdje geleden, of jouw ex-vrouw, ik weet niet zo goed hoe ik moet zeggen. Dat moet je maar even uitleggen. Mijn beste vriend, de moeder van mijn kinderen, maar officieel nog steeds mijn ex-vrouw. Ja. Danielle een tijdje geleden gebeld, toen stond je volgens mij zelf in Wie Denkt. Dus de vaste rubriek in de nieuwe revue, Wie Denkt, Lange Frans wel dat hij is. Ja. Ja, je moet er zelf ook een keertje in staan natuurlijk. Ja, ja, ja. Toen heb ik haar gebeld en toen, zij kan ook net zo goed als jij trouwens, dingen heel goed verwoorden en uitleggen en onder woorden brengen. Ook kalm en mooi. En toen vertelde ze mij dat jij weer bij haar woonde. Hmm. Omdat je ook door corona weinig optredens hebt gehad. Je hebt ook 2 jaar stilgestaan. Hmm. Net als alle andere artiesten. Dat je haar auto af en toe gebruikt. Dus haar woont hier, haar eet hier. Hoe is die situatie nu? Top. Jij woont nog steeds bij haar? Nee, kijk, ik vind... Waarom moeten mensen weten waar ik woon? Dit is wel de vraag die ik wilde ontwijken. Ja. Ja, maar dat wil je privé houden. Ik woon in een huis. Ja. Ik slaap in een bed. Ja. Ik fiets op een fiets. Het is toch mooi als je zo goed met de moeder van je kinderen op kan schieten. Dat je zegt van maar ik woon bij haar in. Tijdelijk of voor langere tijd. En ik ben elke dag bij mijn kinderen. Want je zei net ook, ik maak eten voor mijn kinderen. Dat zijn mooie dingen. Wat ik zeg, is mijn beste vriend. Beste vrienden laten elkaar niet vallen. Ja. En heel simpel. Kijk, ik had alles, koste wat het kost, erbij kunnen houden. Maar ik ben, toen corona begon, ben ik ongelooflijk gaan bezuinigen. Om hier nu gewoon vandaag de dag te kunnen zitten. Ja. Want als je dat niet had gedaan, dan je kan niet een dubbel huishouden runnen zonder inkomen. Ik ken niemand die dat kan. Ik vraag me af, als iemand weet hoe dat moet, dan mag je het mij vertellen. Maar volgens mij is dat onmogelijk. Maar ik vind het iets te gedetailleerd. Ik vind ook eigenlijk dat zij dat dan iets te gedetailleerd heeft verteld in dat Wie Denkt Lange Frans wel niet dat die is. Ja, het was openhartig. Dat is wat ik zeg. Ze is mijn beste vriend en ze steunt me altijd. Ja. Hoe is het met je kids? Willem is 13, Dani is 10, denk ik. Hebben ze muziekskills, rapskills, hip-hop? Zit er wat artiestenbloed in? Lastig. Ik zou het liefst elke dag dat ze hier met me mee gingen naar de studio. Maar, en ze kunnen het alle twee wel, want ze worden opgegroeid. Ze groeien op in een huis waar muziek gemaakt wordt. Kijk, als je vader visboer is, dan weet je op een gegeven moment ook wel hoe je de kibbeling moet verleren. Ja. Zo is het toch? En frituren. Ja, en frituren. En, dus ja, nee, ze kunnen het. Maar
Kinderen moet je gewoon met rust laten, die moeten hun eigen ding doen. En ik zou van ieder kind een kind sterk kunnen maken, maar dat schiet ook niet op. Ik denk als iemand te vroeg bekend wordt of met een liedje naar buiten komt, dat het misschien voor zijn latere carrière juist vervelend kan zijn. Oké, okay. Dat kan. Daar zit ik wel aan te denken. Als ze het later zouden willen doen, dan is het misschien verstandig om nu niet met een soort van kinderrap naar buiten te komen. Mm. Plus, kijk, als mijn kinderen mij elke dag aan mijn hoofd zeuren dat ze naar de studio willen, natuurlijk, maar dat is niet het geval. Nee. Ik zeur eerder aan hun hoofd. Maar, Heb je met Willem wel eens iets uitgebracht? Jawel, nou ja, zeker nog. Willem was een van de jongste mensen met een grote hit. Dat was een liedje met Marco Borsato en zijn dochter. Ja, met Jada, ja. En Eubank is zo. Ik heb mijn naam wel van die plaat af laten halen inmiddels. Oh. Dus dat was... Waarom? Waarom? Is dat een vraag, Andries? Waarom? Ja. Waarom laat je je naam afhalen van een Marco Borsato plaat? Nou, daarom. Ben heel benieuwd. Nou, precies daarom. Ja. Je wilt niet met Marco Borsato absoluut niet meer. Nee. Zeker niet, omdat het een plaat is met de kinderen. En, zeg ik er ook eerlijk bij, als mensen naar je Spotify profiel gaan, dan zien ze altijd je 5 best gestreamde platen. En die plaat streamt ontzettend veel. Mm-hmm. Dus die zat ook altijd in die top 5. Maar ik vond hem niet... als mensen op mijn profiel kwamen, vond ik niet dat die kenmerkend was voor Lange Frans. Heel veel van mijn mensen kenden die plaat ook niet. Niet representatief voor wat je eigenlijk verder maakt. Dus het was tweeledig waarom ik die namen ervan af heb gehaald. Ja. Hoor. Ik wilde er niks mee te maken hebben. Ik had niet de power om de plaat terug te trekken, om hem helemaal van online af te halen. Anders had je het gedaan. Waarschijnlijk. Maar het is niet alleen mijn plaat, dus ik heb niet de power om dat te doen. Als ik de master-eigenaar van de plaat was geweest, had ik dat kunnen doen, maar dat ben ik niet. Dat is Universal in dit geval. Ja. Maar dat zit best wel diep dan, jouw gevoelens richting Marco Borsato. Als je naam van dat nummer aftrekt, dan... Niet super diep, gewoon normaal. Kijk, toen aan het licht kwam wat er wellicht gebeurd zou kunnen zijn, dacht ik van, nou, ik wil er niks mee te maken hebben. Ja. Maar is dat dan niet hetzelfde als waar we het net over hadden, dat er horen en wederhoor toegepast moet worden en dat je eerst ook de andere kant van... Ja, ik vind horen en wederhoor toch iets anders dan 2 aangiften. Ja, oké, maar we hebben Marco nog niet gehoord in het hele... Dus misschien wel... Ik heb genoeg gehoord. En jij weet net zo goed als ik dat de geruchten en roddels er al veel langer waren dan dat Roddelpraat en Yvonne Kolderweijer ze de wereld in geslingerd hebben. Ja. Jij en ik weten dat die geruchten al zeker... 1,5, 2,5 jaar rondzongen. Ja. Jij hebt ze gehoord, ik heb ze gehoord. Ja, ik speel even aan van het... Ja, maar dit is waar wat ik zeg, toch? Zeker, ja. Wij wisten al... Ik schrijf ook voor de party, dus daarom, dat we wisten dat shit aan de gang was. En ik wist, nogmaals, wat wij in het begin hoorden in de wandelgangen, was niet wat er uiteindelijk naar buiten is gekomen. Dat was niks met kinderen, was gewoon met vreemdgaan. Hey, vreemdgaan moet je, dat is tussen jou en je vrouw. Als jij vreemd gaat en je vrouw vindt het tof, prima. En je vrouw vindt het niet tof, dan is het jouw probleem. En dan moet je ermee dealen, is je eigen ding. Maar ik heb in mijn podcast strekken we te strijden tegen alle hooggeplaatste pedofielen in dit land. En dat zijn er ook niet weinig. Ja, dan ga ik natuurlijk niet mijn naam achter een liedje laten zetten hoe heet die? Met de Hollandse Jimmy Savile. Ja. Dat is ook te veel eer voor Marco. Maar ik vond gewoon... Als hij in de verdediging had willen gaan, dan had hij dat volgens mij kunnen doen. Ja. Maar we hebben alleen maar hele smerige advocaten aan tafel gezien. Ja. Toch? Ja. Al die mensen. Ja, ik ben nog steeds benieuwd naar zijn verhaal. Ik wacht nog steeds op dat hij ergens gaat zitten en zijn verhaal vertelt. Ga op 100.000%. Ja. Als hij gaat praten, dan ga ik kijken. Natuurlijk, we willen allemaal horen hoe het zit. Ja. Maar aan de andere kant hebben we ook al een hoop gehoord. Ja. Snap je? Ja. En zelfs als 10% van die hele hoop waar is het nog steeds veel te veel. Ja. Dat is hoe ik erin sta. Ja. En helder man. Als ik in mijn top 5 een plaat had gehad met Ali B of met Lil Kleine, had ik waarschijnlijk precies hetzelfde gedaan. Gewoon omdat ik, laat mij mijn eigen naam besmetten. Ben ik prima goed in. Ja. Heeft niemand anders voor nodig om als hun vaarwater besmet is, dan is dat hun ding. Ja. Dan ga ik niet in dat vaarwater meezwemmen. Nee. Het is wel heel geheilig, want je noemt Ali B nu. Die zit zelf ook in een lastig pakket met aangiftes en overspel. Er is wel een groepje muzikanten ontstaan nu die de volle bak over zich heen is gekregen. Daar ben jij wel mooi buiten gebleven. Ja, mooi buiten gebleven? Qua vreemd gaan. Nee, maar luister, stop. Mooi buiten gebleven
Ik doe die shit niet. Nee. Daarom. Dus als ik die shit niet doe, dan blijf je daar buiten. Ja. Ik, het is bizar voor mij om daarover na te denken. Want het zijn gewoon rare acties van rare mensen. Ja. Met te veel geld, te veel macht en te veel tijd. Dus ook blijkbaar te veel verveling, te weinig hobby's. Ik weet niet, het is een combinatie van al die factoren. Ja, maar nee, ik vermaak mezelf prima. Ik bedoelde ook niet dat je erin zat en dat het niet bekend is geworden. Ik bedoel, mooi, je bent gewoon een keurige kerel op dat gebied. Ben je ooit vreemd gegaan? Natuurlijk, maar wie niet? Ja, nee, dat is een stomme vraag. Nee, maar kijk, mijn ding is, wat ik niet heb begrepen van al die verhalen. En dan gooi je het allemaal op een hoop, hoor, van de Rietbergers tot de Barzato's, tot de Kleiners, tot Ali B. Is, ik heb nog nooit... het interessant of spannend gevonden om een bepaalde macht over iemand te hebben. Ik denk, seks is iets wat je samen doet. Het is een wisselwerking. Het is een gerecht wat je samen maakt. Je brengt allebei een aantal ingrediënten naar de keuken en dan gaat het in de stoofpot. Als je er zo over praat, dan krijg je er bijna zin in. Dat is de bedoeling ook. Ik ben de woordkunstenaar. Hoe is het met de vrouwtjes trouwens, Frans? Ja, dat moet je de vrouwtjes vragen. Ik heb geen idee. Maar, heb je wat lopen of niet? Ik probeer een antwoord te geven op jouw vorige vraag. Ja, die is wel slim. Maar, dus ik ben altijd heel verbaasd geraakt van het feit van hoe kan je nou iemand dwingen? En die quotes die uit het Boos-programma naar voren kwamen, van weet je, dat ik echt van hoe kan je dat zeggen tegen een vrouw? Ja. Ik heb altijd genoeg aandacht gehad van vrouwen en als die wisselwerking er is en er is een klik, dan kan het super leuk zijn. Ik heb met genoeg vrouwen het bed gedeeld, maar... ik denk dat ik ze allemaal kan bellen. Hey, hoe is het? Ja, goed. Wat ben je aan het doen? Hoe gaat je leven? Ik zit niet met iedereen elke week op de koffie. Je hebt niemand voorgelogen en je bent altijd netjes gebleven. Ja. Duidelijk gezegd wat je wel en wat je niet wilde. Want sommigen willen ook meteen een relatie dan. Hè? Dan moet je ook vooraf heel duidelijk in zijn. Ik ben daar altijd heel helder over. En wat er bij mij op de eerste van plek 1 tot en met 10 staat, dat is vaak niet diegene. Dat is dan wel helder. Ja. Maar ik snap dus niet van mijn collega's... Dat ze dat dan tof vinden. Ja. En dat ze op die manier seks zouden kunnen hebben met iemand die er eigenlijk geen zin in heeft. Mm-hmm. Ik kan me daar niets meer voorstellen, maar dat ben ik. Ja. Ik denk gewoon echt van, het is toch veel leuker als het enthousiasme van twee kanten komt. Dan kan je echt iets heel moois maken samen. Ja. En anders ben je namelijk iets aan het stelen van iemand. En of je nou iemands vrijheid steelt, of zijn seksualiteit, of het maakt niet uit wat je steelt. Of iemands geld stelen, dat hoort niet. Als jij mijn tekst steelt of mijn geld, dan vind ik je een lul, want je bent een dief. En als het andersom is, dan vind je mij een lul, want ik ben een dief. Helder. Dus eigenlijk pikken ze iets wat niet van hun is. Dus ze pikken een soort onschuldigheid, een seksualiteit, een stukje onmacht van diegene. Dat pikken hun in. En daar, ik hou daar niet van. In de breedste zin van het woord. Ook als er iemand in het verkeer wordt afgesneden terwijl diegene voorhangt, vind ik het ook niet terecht. Mm-hmm. Zeg maar. Ik heb altijd een redelijk gevoel voor onrecht. Rechtvaardigheidsgevoel. Ja. Allerlaatste, want ik prik Hoe is het met de vrouwtjes? Ik prik het al even tussendoor. Heb je een relatie momenteel? Nee. Ben je verliefd? En als dat wel het geval zou zijn geweest, dan zou ik dat nooit tegen jou vertellen. Tuurlijk wel. Waarom niet? Tuurlijk wel. Nee, want het is niet zo, maar ik denk ook als ik met iemand in zee zou gaan, op wat voor manier dan ook, dan denk ik dat de eerste die dat zouden moeten weten is mijn gezin. Ja. Dat is logisch. Dus dat vind ik het allerbelangrijkste. Dus als ik denk dat ik prima verliefd zou kunnen worden. Dat sluit ik helemaal niet uit. Ik ben niet iemand die elke week verliefd wordt. Dat geloof ik niet in. Je kent van die gasten toch van die hopeloze romantici. Ja, hoor, die elke maand zijn ze weer verliefd. En, altijd, en dit is er echt, weet je wel. Ja. Daar heb ik niet zoveel last van. Ik ben ook al 41. Weet je. Ik heb een gezin, ik heb twee kinderen. Dus dat is ook niet. Ik ben ook niet naastig op zoek naar een relatie of zo. Mm-hmm. Ik heb een hele goede relatie met mezelf. En ik heb een goede relatie met mijn muziek. En ik denk dat de belangrijkste relaties in mijn leven zijn. Oh, mooi man. Ja. Maar ik sluit het niet uit, hoor. Ik ben gek op vrouwen. Ik hou van hoe ze voelen, hoe ze ruiken, hoe ze knuffelen. Al die shit. Ik ben echt een groot voorstander, een liefhebber. Maar voordat ik zoiets echt maar wereldkundig zou maken, zou eerst dat allemaal met mijn gezin in kannen en kruiken moeten zijn. Netjes, zo hoort het ook. Ja, dat is het beste. Stel, mijn dochter opent een party en die ziet een foto van mij en de nieuwe stiefmoeder, bij wijze van spreken. Nee, dat moet je wel even aftikken. Ja, dan heb ik een groter probleem met mijn dochter dan met iedereen. Ja. En dat,
Hier zit een man die tevreden is. Absoluut. Gelukkig is, happy met zichzelf, niet complexen heeft, niet langs een therapeut hoeft omdat hij in de kreukels ligt, psychisch. Nee. Je hebt een goede vibe, goede uitstraling, je bent vrolijk, grappig. Ik stel voor dat we die camera's eens even uit gaan zetten. Dat mag. Mensen die meer over jou willen weten, lezen de nieuwe revue. En ik dank jou voor dit stuk heel hartelijk, want het was een discussie ook soms even op het scherp van snede. Zeker. Ik ben even op mijn plek gezet en terecht. En dat mag, en dat is ook leuk. We gaan hem uitdoen. Wij praten nog even verder, maar dan niet op camera. Is cool. Ik ken Andries al een tijdje, al een aantal jaren. Hij heeft in vele hoedanigheden wel eens contact met mij gezocht om over me te schrijven en met achtergronden over bepaalde mensen op te tikken. En dat heeft hij altijd naar eer en geweten gedaan. En ik denk ook dat ik makkelijker ja heb weten te zeggen voor dit interview, omdat ik wist dat het Andries was. En ik vertrouw hem. En ik vertrouw niet veel mensen. En helemaal de schrijvende pers is altijd shaky. Maar je weet gewoon wat je aan Andries hebt. Het is eerlijk, hij laat altijd alles netjes lezen. Dus dat is goed. Maar het heeft wel een rol gespeeld dat hij het was. Want ik heb eigenlijk al een hele tijd geen interviews meer gedaan. Dit is de eerste sinds lange tijd. Dus wat dat betreft heeft het wel geholpen. Maar ik vond het een leuk interview. Dat is gezellig. Ik vind het nog steeds gezellig. Hey, ik vond het super. Wat vond jij? Ik vond het heel gezellig. Ik vond het heel tof. Heel tof. Dan ga ik het nog opschrijven voor je. Mooi. En je mailen. En dan kun je nog dingen aanpassen als je wil. En, komt goed. We gaan naar Friesland draaien. Is goed, hartstikke bedankt, man. Super. Rustig aan. Hey, Frans. Hoi. Nou. Dat was een leuk interview met Lange Frans. Echt top. Het was gezellig, het was goed. We zijn een beetje de diepte in gegaan. We hebben ook een beetje gelachen. Het voorwerpenspel was grappig. Het werd op een gegeven moment even een beetje, nou niet grimmig, maar wel pittig. Het is een jongen die zich niet snel onder de tafel laat lullen. Ik doorgaans ook niet. Maar hij wees me op een klein foutje, slordigheidje in de voorbereiding. Had hij helemaal gelijk in. Ben ik ook de eerste die het toegeeft. Gelukkig konden we gewoon verder praten en er was niks aan de hand. Maar, je merkt ook dat hij een beetje emotioneel werd. Niet verdrietig, maar meer boosachtig. Er zit toch wel wat, een beetje woede. Hij destijds in die coronatijd, dat hij een andere mening had over de overheidsmaatregelen en de beperkingen van de regering. Heeft hij zich duidelijk uitgesproken over dingen en daar is niet altijd horen en wederhoor op toegepast. Dat merk je nog wel, dat er nog wel wat zit bij hem. Maar hij praat er goed over, hij verwoordt het allemaal prima. Ik ben blij, ik ga naar Friesland rijden. Ik ben even gestopt voor een kopje koffie, maar nu naar huis. Ik ga het uitwerken voor een nieuwe revue. Vond jij dit nou een leuke film? Dan zou je mij enorm helpen door even te abonneren op mijn kanaal. Ik ben nog maar net begonnen, dus ik kan nog wel wat abonnees gebruiken. Je kan ook even liken, het videootje, en volg mij vooral ook op Instagram, want ik ben naast Showbiz verslaggever ook vader van 2 kinderen en ik woon op een boerderij met allemaal dieren. Dus die zie je ook dingen voorbij komen. Dat is @AndriesJelleDeJong op Instagram en voor dit YouTube kanaal hoop ik je in de volgende film terug te zien. Hoi!